Welkom bij Wetenschap 101. Het is snottertijd en veel mensen zijn geveld door de griep. En het duurdere woord voor griep, influenza, zegt veel over de geschiedenis van de geneeskunde. Want influenza betekent invloed, net als het Engelse influence. En dat sloeg oorspronkelijk op de invloed van sterren en planeten. Want artsen dachten heel lang dat hun positie de gezondheid van mensen kon bepalen. En astrologie en geneeskunde waren heel lang verweven. Het idee was dat de macrocosmos van sterren en planeten een direct invloed had en verweven was met de microcosmos van het menselijk lichaam. Dus de zon had invloed bijvoorbeeld op het hart en de maan op de maag en Mars bijvoorbeeld op de spieren. En Griekse artsen hadden bedacht dat die sterren en planeten invloed hadden op de vier lichaamssappen, of humeuren. Ik heb ze wel eens eerder genoemd. Het zijn gele gal, zwarte gal, bloed en slijm. En de theorie was dat die met elkaar in evenwicht moesten zijn. En dan had je een gezonde geest en een gezond lichaam. Dus als iemand ziek was en blijkbaar die balans verstoord was, dan raadpleegden artsen heel lang sterrenkaarten en geboortehoroscopen om te zien wat er precies mis was. Iatro mathematica heette die aanpak, naar het Griekse woord voor geneeskunde, iatrike, en mathematica, wiskunde. En tot in de 17e, 18e eeuw zat deze aanpak heel lang in het standaardpakket van artsen. En sindsdien heeft de gewone geneeskunde daar afstand van genomen. Maar er zijn nog steeds heel veel mensen die geloven dat sterren en planeten invloed hebben op rijkdom, de liefde en gezondheid.